Ik ben Willem Visser. Ik fotografeer vanaf mijn 10e. Ik kreeg toen de allereerste camera van mijn opa. Dat was een heel zwaar, en hij staat hier ook op tafel. Dat is een hele zware camera met een rolletje nog. En je moest daar alles op instellen. Dus je had een belichtingsmeter. Je ging meten wat het licht was. En alle instellingen op die camera moest je handmatig doen. Dit zijn mijn eerste foto's. Die zie je hier op het scherm. Die maakte ik met de camera die ik net noemde in zwart-wit. En je ziet daar dat die foto's niet al te best waren. Maar dat is altijd als je begint. Je eerste foto's zijn niet je topfoto's. En de foto's die ik over 10 jaar maak, die zullen veel mooier zijn dan die ik vandaag maak. Dit zijn foto's die ik nu maak. Die zijn van de laatste 2 jaar. Ik kom heel veel in de natuur. En ja, dan kom je van allerlei mooie dingen tegen. Je ziet mij heel veel in het eerste en laatste uur van de dag. Omdat dan het licht het allermooiste is. Dus ook een tip aan alle fotografen. Pak het eerste en het laatste uur. Soms in de zomer moet je er heel vroeg uit. Maar je zult zien, je foto's worden echt 10 keer mooier dan als je dat midden op de dag doet met heel veel licht. Heel veel vogels ga je ook tegenkomen. En nou, ook hier zie je dat. Kijk ook goed naar het licht. Hier was het al bijna donker aan het worden. En zo'n heel klein zonnetje die je dan ziet, ja, dat maakt zo'n foto, vind ik. En alles wat je fotografeert, hou rekening met wat je fotografeert. Als er mensen voorbij komen, hou rekening met privacy. En in de natuur, zorg dat je de boel niet verstoort. En je ziet hier op tafel mijn nieuwe camera met een hele grote lens. Groot verschil met mijn eerste camera. Zorg dat je op afstand blijft, dat je de natuur niet verstoort. En dat je de juiste foto's kunt maken met de juiste apparatuur, maar rekening houdend met je omgeving. De eerste foto werd gemaakt in 1826. En een foto die toen gemaakt werd, dat duurde wel 6 uur voordat die klaar was. Dat moest ook een stilstaand object zijn. Want als je 6 uur lang wacht tot het licht binnenkomt om die foto te maken, dan mag er geen enkele beweging in zitten. En men weet het niet helemaal zeker, maar de foto die je hier ziet, dat is de allereerste foto die ooit is vastgelegd. En dat duurde dus 6 uur. In 1888 kwam Kodak met een camera die het voor het eerst wat meer voor consumenten geschikt was. Die was wel ongelooflijk kostbaar. Die was heel handzaam in het gebruik. De eerste echte compactere camera. De wereld is inmiddels op fotografiegebied enorm veranderd. Want wat doen we tegenwoordig? Eigenlijk alles met, of heel veel met, mobiel. Die camera's worden steeds beter. En op dit moment worden er 2 miljoen foto's wereldwijd per minuut gemaakt en 90% met de mobiele telefoon. Maar om wat meer beeld te krijgen wat voor type camera's er zijn, gaan wij op pad. We gaan naar Foto Brand Store in Heemskerk. Maarten gaat ons vertellen wat voor camera's er allemaal zijn. Hey Maarten. Hey Willem. Wat fijn dat we langs komt komen om iets over camera's te horen. Altijd welkom hier. Want er zijn ongelooflijk veel soorten. Kun jij iets uitleggen wat er is op de markt? Ja, dan begin je eigenlijk heel simpel met een wegwerpcamera waar gewoon nog traditioneel een rolletje in zit. Naar de oldschool Polaroid. Wie kent hem niet? Hè? De kant-en-klaar foto. Wow. En dan begin je eigenlijk bij simpele compactcamera's met weinig mogelijkheden. Ja. En je gaat helemaal door naar uiteindelijk camera's waarbij je lenzen kan wisselen. Hè? Dus voor ieder wat wils. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, ik wil het allemaal niet. Ja. Doe maar 1 camera waar ik zoveel mogelijk mee kan. Ja. Dat is ook eigenlijk wel het populairste segment in de winkel. Mm-hmm. En dan kom je op dit soort camera's uit. Hè, waar 1 heel groot zoombereik in zit. Dus je kunt een groothoek maken, je kunt een macro-opname maken, portret, landschap. Mm-hmm. Maar ook dat ene vogeltje wat heel ver weg in de boom zit. Ja, precies. Ja. En wanneer zou je nou toch de overstap maken naar full frame? Want dat is niet full frame, hè? Dus, nee. Wanneer doe je dat? Is dat echt de beeldkwaliteit echt een stuk beter dan? Ja, voor de mensen die niet weten wat full frame is. Ja. In een camera zit natuurlijk een lichtgevoelige sensor. Ja. En hoe groter die sensor is, hoe hoger de beeldkwaliteit wordt. Mm-hmm. Maar ook hoe groter je camera. Ja. En uiteindelijk is dat hoe groter die sensor is, hoe beter zo'n camera het zal doen met heel weinig licht. Ja. Hoe groter de verschillen tussen scherpte en onscherpte naar de achtergrond. Als we bijvoorbeeld deze lens pakken, Willem, mm-hmm. Dit is 600 mm op full frame. Ja. Die lens weegt een kleine 1400 gram. Mm-hmm. Ja, en je ziet dit ernaast, waar diezelfde 600 mm in zit, ja, dan snap je het verschil wel. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, als je hiermee werkt, mag je ook wel een andere kwaliteit gaan verwachten. Ja. Absoluut. Het enige nadeel is wel weer, van als je dat meeneemt, is dat je natuurlijk veel meer gewicht hebt. Minder flexibel, Absoluut, je gaat naar een rugzak vol met spullen. Ja, en dan heb je voor elke situatie eigenlijk de perfecte lens in je tas. Mm-hmm. Waarbij een camera wat allround is, zul je toch wat dingen moeten laten. Ja, precies. Ja, mooi. Zeker als je net start is het heel prettig om even te weten wat je kunt instellen. Want je kunt daarmee zorgen dat je foto beter wordt.
Er zijn fotografen die zeggen, je moet hem op de M-stand zetten. Dat is een bepaalde stand op je camera, waarmee je alles met de hand moet instellen. Maar soms maakt het soms ook wel heel erg complex om die mooie foto te maken. Dus soms kun je beter als je start, start eerst maar eens op automaat. En kijk eens wat je kunt fotograferen. En wil je dan verfijnen, ja, ga dan met je instellingen aan de gang en ga daarmee spelen. Nou, we beginnen met ISO. Daarmee bepaal je de gevoeligheid in hoeverre het licht dat via de lens binnenkomt op je camera, hoe die versterkt wordt. Je draait het omlaag bij fel licht en omhoog bij weinig licht. Je hebt dus wel alleen meer ruis. Je ziet hier een voorbeeld. Bij ISO 100, dan was deze foto, die had nooit gemaakt kunnen worden. En doordat je de ISO wat op gaat schroeven, en hier zie je, loopt die door naar 1600, dan zie je dat die foto, die kon hier wel gemaakt worden door die ISO te verhogen. Alleen, je krijgt wel meer ruis. Dit is ook een heel mooi voorbeeld. Hier zie je bij ISO 200, zie je dat dat gezicht en die ogen, die zijn gewoon perfect scherp. Maar hier met de verhoging naar 3200 zie je dat er gewoon veel meer ruis komt. Dus ga ermee experimenteren, maar hou wel in de gaten tot hoever je die ruis wil hebben. Want dat kan ook je foto verpesten en dat is nou ook weer niet wat je wil. Dus ga daarmee spelen. Het diafragma die bepaalt hoeveel licht er via de lens binnenkomt. Bij diafragma's is iets heel raars. Ze hebben het altijd over diafragma grootte en je f-instelling. Ik wil je in theorie daar niet te veel mee vermoeien. Maar als ze het hebben over een klein diafragma, dan is je f is heel hoog. En klein betekent dat je lensopening eigenlijk heel klein is. Maar dan hebben ze het over een hele hoge f. En is je diafragma groot, dat betekent dat de lensopening heel groot is. Maar de f die is dan heel klein. Wat je wel ziet in deze afbeelding, is dat als je dus een hoge f hebt, dus hier in 32, dat zorgt ervoor dat je alles is dan heel scherp. Maar soms wil je juist dat de voorkant heel scherp is en de achtergrond onscherp. En dan zorg je er dus voor dat je het diafragma een hoge waarde geeft en dat betekent een kleine f-waarde. We hebben even bewust een lineaal in beeld gebracht, omdat je dan heel goed kunt zien hoe scherp of onscherp die wordt. Hier zie je het diafragma is groot en hier is dan het diafragma 4.0 in de f-stand. Dan zie je in dit geval dat die bloem is scherp, maar erachter is onscherp. Bij een hoger f-getal, dus hier gaan we naar f10, hier zie je al dat die bloem is nog steeds scherp. En de achtergrond, die lineaal, die wordt al een heel stuk scherper. En gaan we nu naar f22, dan zie je ineens dat alles scherp is. Dus ga met het fotograferen hier ook gewoon mee spelen. Als laatste gaan we naar sluitertijd. Ja, dat geeft even aan hoe lang moet je sensor open staan. Nou, heel logisch, als je naar een sportwedstrijd gaat met je camera en er is onvoorstelbaar veel beweging, dan kun je je lens niet een seconde openzetten, want ineens alles is onscherp. Wat je dan doet is dat je je sluitertijd heel klein maakt, dus 1/1000ste van een seconde, zodat hij bevriest het beeld in 1/1000ste en in dit geval bijvoorbeeld die voetballer op dat voetbalveld, die staat in één keer scherp. Maar soms wil je juist omdat er weinig licht is, dat je hem wat langer openzet. En zelfs als je de sterrenhemel wil fotograferen, zet je hem soms wel 30 seconden open. En dat betekent dat je camera op statief moet staan. Daar mag geen enkele beweging in zitten. En dan wil je juist dat die sluitertijd heel erg lang is. Dus je moet heel goed kijken waar gebruik je het voor, hoe snel is je beeld en wat wil je vervolgens. Maar soms kan het ook een heel mooi effect geven. Je ziet hier een waterval. En je ziet bij een snelle sluitertijd, dan bevriest hij dat beeld. Dus dat water zie je zoals wij het nu waarnemen. Maar uit creativiteit vind je het misschien veel mooier om die sluitertijd wat langer te laten doen. En dan zie je dat water krijgt een heel mooi effect. En dat geeft dan een veel romantischer beeld. Normaal gesproken zou je ook met bewegende mensen een hele korte sluitertijd, misschien 1/1000ste, 1/500ste, zou je gaan gebruiken, omdat je het beeld vast wil zetten. Nou, hier zie je dat er 1 seconde is gehanteerd en dat geeft die foto eigenlijk een heel ander beeld. Ik vind dit zelf heel erg mooi, dus kijk ook weer wat je mooi vindt. Maar hier is het 1 seconde en je hebt een compleet andere foto. Nou, tot zover even de 3 belangrijkste instellingen op je camera. In komende afleveringen gaan we nog veel meer over fotografie vertellen. We gaan ook naar buiten toe, we gaan de natuur in, we gaan met portretten aan de gang, met macrofotografie, enzovoort, enzovoort. Dus abonneer je op dit kanaal. We hopen dat je hebben kunnen inspireren over fotografie, want het is fantastisch om te doen. Want je leert de omgeving op een hele andere manier bekijken. Ik weet dat ik vroeger door het bos ging en ik liep er doorheen en ik zag nauwelijks wat er gebeurde. Nu lig ik op de grond,
Ik zie werkelijk tot op millimeterniveau wat er gebeurt. En je zult zien dat de wereld er eigenlijk veel mooier uitziet. Dat als je daar maar doorheen loopt en niet met fotografie aan de gang bent. Dus nogmaals dank voor het kijken en tot de volgende keer.